Welkom bij het COVID-19 journaal. De wereld is helemaal in de ban van het vaccineren tegen COVID-19. Ook in Suriname begint men zich ready te maken voor het vaccineren met een vaccinatie tegen COVID-19. Van de minister horen wij hoe de komst van een vaccin alvast een deel van de bevolking zal beschermen tegen het COVID-19 virus. Tenminste voor 95%. Maar het zal nog even duren totdat een hoge dekkingsgraad zal zijn bereikt. Dit houdt in dat hoe langer, hoe meer mensen gevaccineerd zijn, de kans op een besmetting super minimaal zal worden. Tot dan zal dat deel van de mensen dat niet gevaccineerd is, zich op de gangbare manier moeten beschermen tegen het virus. Betekent gevaccineerd zijn dat je een vrijbrief hebt? Die vraag leggen we voor aan gezondheidsminister Amar Ramadan. Wat we constateren is dat veel mensen denken dat wanneer je het vaccin hebt, je eigenlijk een vrijbrief hebt en je gewoon kan doen en laten wat je wil. Zo is het niet. Je moet rekening mee houden dat we op dit moment in Suriname 0% van de mensen hebben gedekt. Dus dat wil zeggen, niemand is beschermd tegen COVID. Met een vaccin krijg je een dekking. Dat noemen ze een dekking. En afhankelijk van hoeveel procent van de populatie beschermd is, het vaccin toegediend gekregen, praten over de dekkingsgraad. En de dekkingsgraad is op dit moment dus 0%. Gaan we beginnen te vaccineren, ga je dus het percentage zien toenemen. En het moet ook duidelijk zijn dat vanwege het feit dat het een nieuw vaccin is, dat we ook niet precies weten voor hoe lang je beschermd bent. Dat zal blijken in de tijd. Voor dit moment, op basis van die analyses en die resultaten van onderzoek, biedt Pfizer een bescherming van 94% tot 95% tegen het COVID-vaccin. En zolang jij je vaccin hebt gehad, ben je 95% dus beschermd tegen COVID-19. Maar dat neemt niet weg dat je weer COVID-19 kan krijgen of COVID-19 kan oplopen, omdat het simpel is dat jouw bescherming ook zal afhangen van de totale bescherming van die populatie. En als we kijken vanuit het beleid, dan is het voor mij als beleidmaker ook belangrijk dat een aanzienlijk deel van de samenleving beschermd is. Omdat zolang je onbeschermde mensen hebt in de samenleving, je feitelijk nog steeds besmettingen gaat hebben. Dus ook al heb ik 50% van de samenleving kunnen vaccineren, dan zitten we op dat pakweg de 280.000 tot 300.000 mensen. Dan nog zijn er 300.000 mensen in Suriname die onbeschermd rondlopen. Dus dan kan je weer kleine epidemieën krijgen, oplaaien. En dan zijn we nog lang niet klaar met COVID. Maar als we niets vaccineren, als we niemand vaccineren, dan wordt de hele wereld intussen beschermd. En zijn wij als samenleving nog aan het bettelen met COVID-19. Dus terwijl die wereld aan het eind van 2021 voorspeld is dat een aanzienlijk deel van de mensen in de wereld beschermd zullen zijn en wij niet beginnen met vaccineren, dan zitten wij tot eind 2021 nog elke week met de COVID-persconferentie. En we zitten elke week met onze ziekenhuizen en elke week met onze doktoren en verpleegkundigen in te zetten in de COVID-zorg. Dus we moeten wel beseffen als samenleving dat het wel tijd wordt dat we ons allen positief opstellen tegen het COVID-vaccin. Omdat, doen we dat niet, blijven we elke week gekluisterd aan onze televisie om te horen wat die minister van Volksgezondheid te zeggen heeft over welke maatregelen wel en welke maatregelen niet. Welke bedrijven wel en niet open mogen zijn. Gaan we naar een lockdown of niet? U kent die discussies. Dit is de oplossing die de overheid biedt aan u. Gaat u er rustig over nadenken. Kijkt u er goed naar. De hele wereld is zich al aan het transformeren in hun gedachten. Laten wij niet achterblijven. Hoe langer wij achterblijven met ons besluit om het wel of niet te nemen. En dan heb je die groeperingen die vinden dat het niet goed is. Of dat het een hoax is. En dat het een conspiracytheorie is. Gaan we blijven struggelen met COVID-19. Iedereen in Suriname, elke sector met wie we praten, wil snel herstel. Elke sector wil een snelle normalisatie. Ook de overheid wil een snelle normalisatie. Maar als we ons gesloten houden voor opties die we dan tegenkomen. En voor de oplossing die de wereld aanbiedt. Niet de overheid, niet de regering Santokki Brunswijk. Of de minister Ramadan van Volksgezondheid. Nee, het is de hele wereld. Het antwoord van de wereld op de pandemie is een vaccin.
En als we dat niet beseffen en we gaan ons sluiten en we gaan om culturele of om religieuze of om principiële redenen bepaalde dingen niet willen, dan gaan we elke week zitten wachten op die persconferentie. Gaan we elke week wachten en elke week op Facebook bezig zijn om de regering uit te schelden, dat er geen maatregelen genomen worden, dat de avondklok te lang duurt en dat dit niet goed is en dat niet goed is. Maar we hebben de oplossing in onze eigen handen. Dus het is een vraagstuk die vaker aan me gesteld wordt. Ik denk dat ik vandaag voor het eerst zo open praat. Maar wanneer wij een oplossing nu gaan hebben en we gaan het goede voorbeeld geven, want de regering gaat het ook nemen, want ook wij met onze verantwoordelijkheden hebben het inzicht dat wij onszelf ook moeten beschermen. En we bieden het aan de samenleving, kosteloos. Dan vraag ik me af waarom we nog wachten. Dus die discussie, ik snap het ook wel. Je gaat niet zomaar iets nemen aan je gezondheid, maar u neemt ook paracetamol in. U neemt ook antibiotica in. Dat zijn ook chemische spul. Het is ook chemische stofjes die bij elkaar zitten. En een doel nastreven. U neemt het niet als snoep in, maar u neemt het in wanneer u het nodig hebt. Zo moet u ook zien dat het COVID-vaccin is ontwikkeld om een antwoord te formuleren op een pandemische vraagstuk. En dat is die COVID-19. Een volwassen persoon zal met een interval van een maand 2 doses vaccin nodig hebben om goed ingedekt te zijn tegen een toekomstige besmetting. Uiteraard is bekend, na studie en na analyse en na kijken naar de efficiëntie van het vaccin, dat het aantal van die vaccins, met name Moderna en Pfizer, zeker 2 keer toegediend moeten worden. Met een interval van pakweg 3 tot 4 weken. En dat geeft gewoon aan dat met 1 dosering je nog niet voldoende beschermd bent. Met een 2e dosering heb je die 90% tot 95% bescherming. Dat is hetzelfde als hoe de kinderen gevaccineerd worden, de baby's, bij geboorte, met het pentavalent vaccin, waarbij difterie, tetanus, polio, etc. allemaal worden toegediend. Maar u ziet daar dat uw kind op 2 maanden moet gaan, dan weer op 4 maanden, dan weer op 6 maanden, weer op 1 jaar. Dat zijn allemaal op basis van de werking van het vaccin, kan je onmogelijk met 1 vaccin het kind beschermen voor een leven lang tegen difterie bijvoorbeeld. Maar zo is ook bij COVID bekend, vooralsnog, want het is korte tijd, vooralsnog dat met 2 vaccins je wel een redelijke en behoorlijke dekking hebt. Dus je bent goed beschermd. En uiteraard zijn we ook afhankelijk van onze voorraden die we krijgen. Maar we zullen beginnen met die eerste ronde en we hopen zo gauw mogelijk de vooruitzichten te hebben op die 2e ronde, zodat we die personen weer hun 2e volledige dekking kunnen geven. En dan ga je door met de verdere. De zogenoemde gezonde populatie, ofwel Surinamers in de leeftijdsgroep 18 tot 60 jaar, zullen als laatste worden gevaccineerd. Als eerste zal het vaccin, zoals u weet, worden toegediend aan de gezondheidswerkers en kwetsbare groepen. Verder moet ik ook wel zeggen dat we beginnen bij de gezondheidswerkers en dan gaan we uitbreiden naar de risicogroepen. Er is een traject, er is een plan. Zo werkt het ook in de wereld. We hebben een duidelijke, en dat zullen we ook duidelijk communiceren, wie tot welke groep behoort en wanneer u in aanmerking gaat kunnen komen. We snappen ook dat er een heleboel bedrijven zijn die zeggen, ik wil mijn mensen laten vaccineren. Ik ben heel blij als bedrijven zich op die manier stellen van, luister, ik wil ook een bijdrage leveren, we nodigen u uit. En we stellen u gerust dat u uiteraard die bijdrage gaat kunnen leveren. Weliswaar moet ik wel zeggen dat de focus is op die 140.000 personen die we hebben gecategoriseerd in een risicogroep. En die gaan we eerst afwerken. Als we heel veel in voorraad hebben in 1 keer, als we bijvoorbeeld alle 600.000 mensen in 1 keer kunnen vaccineren, uiteraard gaat dan ook de gezonde populatie gevaccineerd worden. Dus dat bedoel ik vanaf 18 jaar tot 60 jaar. Maar die groep, gezonde populatie, die is als laatst. Dus u bent gezond, ook al krijg je COVID, je komt er, ik kan zeggen, in 90% van de gevallen er gezond van af. Maar als je risicogroep bent, boven 60 jaar, of je bent diabeet met andere risicofactoren zoals hypertensie, hoge bloeddruk dus, of een nierziekte, dan kom je eerder in aanmerking. Zo ook onze kwetsbare dialysepatiënten bijvoorbeeld, onze kankerpatiënten, onze HIV-patiënten, die zijn allemaal hebben een voorkeur. Dat is best te begrijpen, omdat uit de cijfers
van statistieken dan van COVID bleek wereldwijd, dat mensen met de onderliggende aandoening eerder complicaties oplopen en sneller ook overlijden. En die mensen moet je dus eerst beschermen. Dus wij gaan er alles aan doen om ook volgens dat plan uit te zetten in Suriname wie op welk termijn gevaccineerd gaat worden. Aan de mensen, het bedrijfsleven die van plan is hun personeel en bereidwillig is om hun personeel te vaccineren, dat stemt ons goed. En dat verwelkomen wij ook. Ook de investering die ieder wil plegen daarin, zijn we geweldig, is een geweldig initiatief. We zijn daar bezig een traject voor uit te zetten, om te kijken welk deel van de investeringen voor COVID-vaccin wordt door wie gedragen. Dus wat doet de overheid, wat doet de particuliere sector, wat doet de fondsen die we hebben, wat doen bevriende naties. Daar gaan we allemaal bij elkaar brengen en dan hebben we veel meer geld, veel meer middelen om uiteindelijk te gaan onderhandelen met de stakeholders binnen die farmaceutische sector om te kijken hoe we snelheid kunnen krijgen. Dus dat uiteraard. In het transport, de aanlevering en de opslag van het Pfizer-vaccin komt er iets speciaals bij kijken. Voor Pfizer-vaccin is bekend dat belangrijk is, er is een traject, er is een keten. We noemen dat de cold chain. De cold chain betekent dat je te alle tijden, vanaf het afgegeven wordt, geproduceerd wordt bij de fabriek, vanaf daar dus de transport moet plaatsvinden naar het desbetreffende land. Er dient opslag te zijn bij aankomst. Er dient bij aankomst dus opslag te zijn en van opslag naar de faciliteit alwaar het wordt toegediend. En in die hele keten moet de temperatuur van het vaccin waaronder het moet blijven voor het behoud van de werkzaamheid, veiligheid en efficiëntie, moet gegarandeerd zijn. En daarvoor heb je voor Pfizer is weliswaar een extra voorwaarde dat je tussen de min 70 en min 80 graden opslagfaciliteit moet hebben, dus koelfaciliteit. En dat hebben wij in Suriname wel, in het Wanika ziekenhuis. Hebben we twee koelfaciliteiten met de opslag van 360 liter, als ik het goed heb. We zullen kijken als dat voldoende is of nog uitgebreid moet worden. Maar feit is wel dat we in ieder geval voor die eerste ronde van distributie van vaccin genoeg aan koelfaciliteiten hebben. En als dat niet nodig, maar als nodig mag blijken dat je meer nodig hebt, dat we dan die investering ook zullen moeten plegen. Maar nogmaals, die investering om het te doen nu, vind ik geen verloren investering, omdat het een duurzame investering is. Je gaat investeren omdat je die miljarden dollars die de hele wereld op maandbasis is geschat nu, dat de wereld een verlies leidt van 345 miljard dollar. Onderschat het niet, 345 miljard dollar verliezen we in de wereld aan de containment, de aanpak en alles van COVID-19 in de wereld. En dat is het antwoord welke is geformuleerd van hoe sneller we vaccineren, hoe sneller we die verliezen kunnen inperken, hoe sneller we naar een stukje normalisatie. En de economic regrowth, dus die economische hergroei, dat gaat jaren duren. Dus elke maand, elk jaar dat we verliezen als land om dit te gaan herstellen, betekent nog langer en nog meer verlies voor een herstel van de economie. De confrontatie met corona midden vorig jaar heeft onze gezondheidsautoriteiten meteen op scherp gezet en tot actie bewogen. Door de verwachte rush van de grote landen op een vaccin had de WHO goed in de gaten dat er iets gedaan moest worden voor kleinere landen als Suriname. Vandaar dat via de COVAX-faciliteit een bundeling van 71 landen in de regio meteen een grote order kon worden geplaatst, waardoor Suriname ook in een vroeg stadium toegang kreeg tot het vaccin. Ondertussen is het ministerie van Volksgezondheid ook in gesprek met importeurs voor vervolgbestellingen. De eerste doses van het Pfizer-BioNTech vaccin worden al de volgende maand in ons land verwacht. Zo heeft Suriname natuurlijk al een aantal maanden, denk ik in juli, augustus, werden we al geconfronteerd met een feit en de realiteit dat wij met onze 600.000 mensen moeilijk in direct onderhandeling kunnen komen met een grote farmaceut. Dat is bijvoorbeeld Pfizer of Moderna. We moeten ook rekening mee houden dat wij een kleine speler op de markt zijn. We zijn maar een kleine populatie.
We zijn eigenlijk te vergelijken met een dorp van bijvoorbeeld India of China. En wij als land, we niet in de rij kunnen gaan staan, of we kunnen in die rij gaan staan, maar we gaan helemaal aan de achterzijde staan, willen we onderhandelen rechtstreeks met Pfizer of met Moderna of met Oxford. En als je ook je bestelling plaatst, het van zo'n klein aantal is voor die farmaceut, dat het niet interessant is voor de farmaceut. In ieder geval misschien wel interessant, maar niet nu. Omdat nu de grote orders binnenkomen. Het is letterlijk een rush. En dat was al voorspeld. Vandaar dat er een beweging was ontstaan vanuit de WHO. Dat zelfs kleine landen toegang moeten hebben tot het vaccin, zodra het beschikbaar is. Want kleine landen, als je puur uitgaat van de commercie nu, dan praat ik over winst, et cetera, en over onderhandelen, dan zijn de kleine spelers, de kleine landen, het laatste die aan de beurt komen. Een land met honderden miljoenen mensen, laten we zeggen Brazilië, of een land als Canada of United States, die staat al eigenlijk in de startblokken en zijn feitelijk al begonnen met het vaccineren. Maar een land met heel weinig mensen, en vooral in onze regio waarin wij ons begeven, namelijk Latijns-Amerika. Oké, Latijns-Amerika minder, maar het Caribisch gebied met name. Die wisten al, de CARICOM, et cetera, die wisten al dat wij, als wij zelf moeten gaan onderhandelen met bedrijven, dat we heel laat, misschien zelfs in 2022, aan de beurt zouden komen voor vaccin. Maar u weet dat de slogan van de WHO is dat elk land, elke persoon in de wereld toegang moet hebben tot gelijkheid in de zorg, ongeacht waar je woont of wat je verdient of hoe groot je bent. En vandaar dat er een COVAX faciliteit is, waar je dus eigenlijk een gezamenlijke, dat is 71 landen die zich hebben gecommitteerd, wij zijn een van die 71, die dan gezamenlijk met alles bij elkaar een investering doen. En dat COVAX zich dus committeert aan die onderhandelingen. Dus COVAX gaat praten namens die 71 landen. Zo is het. Veel mensen vragen zich misschien af wat COVAX is. COVAX is dus een bundeling van al deze landen, 71 in de regio, Latijns-Amerika, maar ook Caribisch gebied. Die dan met een veel grotere populatie is, veel meer geld is, want elk deel, elk land levert zijn of haar bijdrage. En die gaat praten nu met die farmaceut. En zo hebben we dus ook sneller toegang tot het vaccin. Want het is niet leuk voor ons als Suriname om te weten dat straks 50% van de wereld al hun vaccin heeft, maar wij pas in 2022 ons vaccin kunnen krijgen. In ieder geval moet ik stellen dat wij dus feitelijk vanuit de COVAX al bericht hebben gehad dat er is onderhandeld met Pfizer over een kleine populatie die beschermd kan worden met het vaccin. En dat is letterlijk echt wel de gezondheidswerkers die we in eerste instantie gaan kunnen vaccineren. En dat gaat al rond eind januari of begin februari zijn. We hebben een statement, we hebben een deadline waaraan wij aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Dat is maandag 18 januari. Ik mag al zeggen dat we ruim voor die tijd onze stukken al wegsturen. We hebben feitelijk ons plan al ready. Er is natuurlijk technische assistentie vanuit de PAHO, de leiding van het vaccineren is in handen van het ministerie van Volksgezondheid. Natuurlijk met de werk aan een BOG als meest belangrijke logistieke organisatieleider binnen het vaccingebeuren. En de PAHO die ons technisch assisteert. Uiteraard diverse departementen binnen ons overheidsapparaat die ons ook gaan ondersteunen. En een onmisbare partner in het heel gebeuren is de particuliere sector. Want ook daar zijn we bezig te kijken naar fondsen en middelen die we kunnen krijgen. En middels een agreement dat wij ook vanuit onze lokale investeerders, maar ook netwerken, extra geld ter beschikking hebben om te participeren. Dus los van COVAX, dat wij ook nu kunnen zeggen dat we voor een aanzienlijk deel van de populatie ook apart kunnen gaan onderhandelen. Zij het via bevriende naties of andere, maar dat we ook kunnen meedoen in voordelen die wij hebben. Dus ik mag u allebei al zeggen dat gekozen is voorlopig, vooralsnog, voor het Pfizer-vaccin. Wij als land stellen ons open na gesprekken met onze deskundigen dat we meerdere vaccins kunnen hebben van meerdere typen of meerdere merken. Dat zal helemaal afhangen van de beschikbaarheid, want nu gaat het om een stukje beschikbaarheid.
Het gaat er niet om dat je gewoon binnenstapt bij een farmaceut en even bestelt. Daar moet u rekening mee houden. Het is dat de hele wereld, 6 miljard mensen, nu kijken naar het vaccin. En uiteraard zullen er voorkeuren hier en daar zijn. En tegelijkertijd kan ik aangeven dat Suriname, de registratiecommissie, die feitelijk belast is met de goedkeuring van medicamenten in Suriname, al goedkeuring gegeven heeft voor Pfizer. En wij zijn dus nu zwaar de voorbereidingen aan het treffen voor het vaccineren. Minister Ramadine Sin speelt in gesprek met het COVID-19-journaal ook op de uitkomsten van een universiteitsonderzoek naar hoe wij Surinamers kijken naar de toekomst van het vaccin. Die worden morgen gepresenteerd. Morgen hebben wij een overhandiging vanuit de universiteit, de medische faculteit, waar er vanuit de afdeling Public Health een onderzoek is gedaan, een enquête naar de mening van de Surinamer ten aanzien van het COVID-vaccin. Ik heb wat voorlopige resultaten gezien. Ik kan dat helaas nu nog niet prijsgeven, maar ik zal sowieso de onderzoekers in de gelegenheid stellen om dit prijs te geven in het COVID-journaal ook, apart uit te leggen. Een feit is wel dat het ons een inzicht geeft over hoe de Surinamer in het algemeen denkt over het COVID-vaccin. Waarom is het belangrijk? Omdat het een voorbereiding is naar jouw beleid toe. Welk beleid moet je gaan creëren? En het kan ook zo zijn dat we met onze vaccin zitten te wachten in het ziekenhuis en niemand komt. En dat willen we ook niet hebben. We willen wel hebben dat de bewustwording en de kijk naar het vaccin toe positief is in Suriname. En we in ieder geval onze risicogroepen alvast kunnen vaccineren. Omdat elk persoon die komt te overlijden ten gevolge van COVID, door bijvoorbeeld een onderliggende ziekte, er één is die bespaard zou kunnen worden als je het COVID-vaccin hebt. Dus nogmaals, we gaan er alles aan doen om de bewustwording en die awareness over het belang van een vaccin nu, over de impact die het zou hebben als je het niet neemt en anderen het wel nemen en jij niet, dan zitten we, zoals ik al eerder zei, om deze groep mensen die het niet zouden willen, nog steeds te battelen tegen die COVID-19 in Suriname. En u weet hoe die battle is, met maatregelen, met persconferenties, alles en nog wat eromheen. En dat houdt ons achter in die ontwikkeling. U weet dat de regering Santokki Brunswijk heeft gezegd, we willen snel ontwikkeling brengen. We moeten herstellen in wat de vorige regering heeft achtergelaten voor ons, aan financiële chaos en structuurloze beleid. En aan de andere kant heb je COVID-19 die ons ontwikkeling belemmert. Dus we moeten, willen we die ontwikkeling snel weer oppakken, COVID-19 zoveel mogelijk proberen in te dammen en dat kan met het vaccin. Ik ben er 100% van overtuigd dat met het vaccineren en we een goede populatiepercentage kunnen dekken, dat we die ontwikkeling gauw kunnen komen. En dat we een good example, een goed voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de regio en de wereld van, kijk hier, deze samenleving heeft zich snel laten inenten. Ze hebben die bescherming en kijk hoe snel ze gaan groeien. Dus dat is de boodschap die ik heb naar de samenleving in verband met het COVID-vaccin. Hebt u er vertrouwen in? De regering, met name het ministerie van Volksgezondheid, doet er alles aan om het vaccinatieproces, het traject, goed voor te bereiden. Het moment dat de vaccins beschikbaar zijn, er een goede communicatiestructuur is naar de samenleving toe. En het enige wat we vragen is, werkt u mee? Laat u zich inenten, want dat gaat u alleen beschermen tegen COVID-19 en de gevolgen daarvan. Werkt dus AUB mee aan de vaccinatie? Het is de enige bescherming die de wereld voorhanden heeft in de strijd tegen COVID-19. Laat je vooral niet misleiden door fake berichten die door bepaalde figuren de wereld in worden verspreid. Hou vooral het COVID-19-journaal van maandag tot en met vrijdag in de gaten voor de laatste updates met betrekking tot het vaccin. Laten we allemaal werken om Suriname weer gezond te maken. Let vooral heel goed op jezelf en we zien elkaar morgen weer tijdens het COVID-19-journaal. Tot dan!